Hey gasten, Skillman VVZ hier. Vandaag een andere video dan jij gewend bent, namelijk de Q&A Sunday samen met Koen van Do Not Press NL. Even heel snel, wil je FIFA Ultimate Team Coins kopen? Ga dan naar de FUT Store voor een snelle en betrouwbare service. Gebruik de code Skillman VVZ, oftewel VVZ bij afbetalen en dan krijg je 5% korting. Hey, jij ziet op de achtergrond mijn club, alles wat ik in de club heb zitten, alles wat er op de transferlijst heb staan en natuurlijk al mijn statistieken. En verder hoor je de Q&A nu. Ik heb hem in twee delen opgesplitst. Het eerste deel krijg je vandaag, het andere deel krijg je volgende week zondag. Ik hoop dat je ervan geniet. Hier komt ie. What's up gasten, Skillman VVZ hier samen met Do Not Press NL. Goedemiddag. Ja mensen, ik ben met Skillman VVZ. Ja, je ziet het waarschijnlijk ook op mijn kanaal en op zijn kanaal. En als je hem nog niet kent, kijk even de link in de beschrijving. Daar staat namelijk zijn kanaal ook. Geldt natuurlijk ook voor hem. Kijk ook even zijn kanaal. Hij maakt hele vette FIFA video's, maakt ook veel pack openings en pink slips met die roze onderbroek. Hij verliest wel veel, dus nee. Nou, dat valt er best wel mee, maar oké. Okay. Hij is een goede... Hij is een goede FIFA-speler. We hadden vandaag wat leuks gedaan, want Rick had gevraagd of jullie vragen konden inzenden, want dan konden we samen een Q&A gaan doen. En dat gaan we dus nu ook doen. Dus kom maar binnen met de eerste vraag. Yes, de eerste vraag komt van Hero Ajax en hij vraagt, hoe oud ben je? Nou, ik ben 15, ik ben bijna 16, over een maandje ben ik 16. Ah, dan ben ik toch wel de oude rot hier zo, want ik ben 19, bijna 20 in januari dan, maar... Bijna 20. In ieder geval, ik ben 19 dus. Gaan we door met de tweede vraag. Waarom of waardoor ben jij met YouTube begonnen? Van Jappie Dexto. Nou, ik ben, als we het over YouTube oude rotten hebben, dan ben ik dat zeker. Want ik YouTube nu al, ik denk bijna 2 jaar of misschien al 2,5 jaar. Ik weet eigenlijk niet. Vroeger was ik altijd de Call of Duty uploader. En daar was ik ook mee begonnen. Omdat vroeger Call of Duty natuurlijk gewoon leuke spellen waren. Tegenwoordig is het gewoon kwakkie geworden. En upload ik nu dus FIFA. Want FIFA is veel leuker, vind ik op dit moment. En ja, zo is het dus bij mij gegaan. En hoe is het met jou gegaan? Ja, wat mij betreft, ik ben 5 jaar lang al actief op YouTube of zo. Ik heb ooit 5 jaar geleden een video geüpload. Het was een nummer van Rune RK. Gewoon een house nummer. Calabria heette het. Staat ondertussen ook niet meer online op mijn kanaal. Daar heb ik 5000 views op gehad of zo in 5 jaar tijd. En toen niks met YouTube gedaan tot eigenlijk 3 maanden geleden ongeveer. Toen ben ik weer rustig op gaan bouwen met Online Soccer Manager en met GTA. En ondertussen ben ik eigenlijk gaan switchen naar FIFA toe. En daar ben ik momenteel dus mee bezig. Het is nog niet zo'n lange carrière. En waardoor ik met YouTube ben begonnen. Eigenlijk een beetje met de video's die ik van bijvoorbeeld een Pentest zag voorbij komen. Of van FIFA Rally voorbij zag komen. Road to Shaw, KSI. Al die gasten, toen zei ik, dat kan ik ook. Helemaal met mijn opleiding erbij. Dus ik ben ook met YouTube begonnen. En dat is eigenlijk een beetje mijn successtory tot nu toe. Koen, voor jou dan als eerste. Wat is je favoriete badge in FIFA 14? Vraag DaQuertyKidNL. Nou, ik heb zelf de badge volgens mij van Real Madrid. Alleen dat is gewoon dat ik dan zeg maar... Ik wil zeg maar gewoon de badge en het stadion en de shirts gewoon van alle clubs in één hebben. Maar als ik voor de mooiste badge moet gaan, is dat natuurlijk de Feyenoord badge zonder twijfel. De Feyenoord badge? Ja, je moet wat hè, dus nee. Maar de Feyenoord badge is gewoon de mooiste badge in het echt ook altijd, dus ja. Mijn favoriete badge is de Regia badge. Regio badge van de serie B. In ieder geval, dat is die R met die mooie... badge eromheen zo gebouwd. Dus simpel alleen een R in het scherm. Hele mooie badge gebruik ik ook altijd bij mijn main team. Maar je met rood een beetje zat en zo. Ja, die rode. Ah, letters. Ja, die kan ik wel. Even kijken. Favoriete speler? Vraagt Luca Postelmals. Ja, het is bij mij een beetje moeilijk. Want de ene keer vind ik een speler heel erg chill en de andere keer niet. Ik zou het wel goed moeten... Ga jij maar eerst, dan denk ik nog even na. Mijn favoriete speler is by far Mirko Vucinic. Ik heb met hem... 92 games gespeeld. Of nee, 72 games gespeeld en 92 keer gescoord. Ongelofelijke spits. Geweldige aanname ook. Geweldige kracht ook. Zeker een aanrader om te gebruiken. Mirko Vucinic staat zeker weten bij mij op 1. Ja, ik heb eigenlijk... Ik denk dan toch dat ik ga voor Draxler. Want Draxler is zo'n goede CAM. Zeker voor een Bundesliga team. En zeker omdat het ook... Ik vind het ook heel erg leuk om met non-rares te spelen. Want meestal die bakken die er niet zoveel van. Maar ja, dit is toch wel echt... Ja, het is gewoon zo'n goede speler. Ik weet niet of jij dat ook vindt, want met Vucinic heb ik zelf al nooit gespeeld. Draxler is goed trouwens wel, ja. Ja, het is gewoon echt een geweldige speler. Dus als je nog niet geprobeerd hebt, zeker doen met zijn 5-star weak foot ook. Hartstikke chill. Favoriete speler in real life? Vraag Q-Sponge HD. Ja, in real life. Nou, kijk, weet je wat het is? Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met Graziano Pelle. Het is natuurlijk wel een enorm beest, alleen af en toe is hij niet heel erg slim bezig. Ja, wie zou ik dan de beste... Vroeger was ik altijd fan van Dirk Kuyt, maar die mag ik ook niet meer tegenwoordig. Die loopt ondertussen echt met de wandelstok. Ja, ik denk...
Ja, wie zal het zijn? Nou, ik ga gewoon voor Jean-Paul Boetjes, hè. Jean-Paul Boetjes. Als je meer over JPB wil weten, trouwens. Ik heb gisteren de volgende superster erover gemaakt. Ja, zaterdag, want ik weet niet wanneer deze Ja, online. Inderdaad. Als je het eerder bekijkt of later bekijkt. Eerder bekijkt is een beetje onmogelijk, maar later bekijken. Ja. Volgende superster JPB staat op mijn kanaal. Voor mij moet het toch echt Paul Pogba zijn, hoor. Want wat een beest is dat. 21 jaar en echt een ongelofelijk talent voor in de toekomst. En natuurlijk, ik ben groot Juventus-fan. En daarom, Paul Pogba toch wel, denk ik. Geweldige speler in het echt. Ja, Pogba. Ja, maar kijk, het is wel een goede speler, maar ja, ik heb helemaal niks met hem. Want ik heb sowieso niks met Italiaanse voetbal, hè. Dus. Ja, oké. Brengt me gelijk naar de favoriete club. Vraag Jesper Ajax. Ja, Jesper Ajax, sorry, maar Ajax, ik ben voor Feyenoord. Ja, daar hoef ik ook niet... Ik ben voor Feyenoord en in Engeland ben ik voor Liverpool. En die hebben het ook weer verneukt dit seizoen, dus... Koen heeft een heel zwaar seizoen gehad. Ja, ik heb echt een zwaar seizoen gehad. En Liverpool deed wel goed. Vorige jaren waren ze nog veel slechter, dus... Ja, ik was wel blij mee dat ze tenminste iets van betekenis konden spelen dit jaar. En Feyenoord, ja, gewoon 3 jaar achter elkaar. Tweede of gedeeld tweede, weet je. Koeman heeft het goed gedaan. Volgend seizoen weer Champions League. Dat is wel lekker voor Feyenoord natuurlijk. Ja, wat gaat lukken de voorrondes, dat vraag ik me ook af. Maar in ieder geval, ja, ik vind het gaat prima, het gaat prima. Ja, wat mij betreft zijn mijn beide favoriete clubs kampioen geworden. Natuurlijk, Jesper, je hebt het goed gedaan. Ajax uitgekozen, lekker bezig jongen. En Juventus natuurlijk ook, waar Paul Pogba dan speelt, waar ik het net over had. Juventus is ook een van mijn favoriete clubs. Ik support ze al heel lang en ze zijn natuurlijk ook weer dit jaar kampioen geworden. Lekker bezig, boys. Dat is dus mijn favoriete clubs. Dan gaan we weer terug naar YouTube zelf. Het Gaming Time NL vraagt, wat wil je bereiken met YouTube? Koen? Ja. Dat is een goede vraag. Wat wil jij eigenlijk bereiken? Ik wil natuurlijk allereerst ervoor zorgen dat jij als kijker en luisteraar momenteel, trouwe kijker, jezelf vermaakt met de video's die wij maken. En jou bijvoorbeeld ook zoveel mogelijk informatie geven over bijvoorbeeld spelers die je het best kan gebruiken of het best niet kan gebruiken. Kits die ik je kan showen van, hey, misschien vind ik deze wel hele vette kits om zelf te gebruiken. Met interessante... video's te komen natuurlijk, niet de standaard video's. Bijvoorbeeld, daarom gebruik ik ook niet echt crosses of zo in mijn beeld of gameplay. Echt een beetje het vermaak omhoog brengen, de entertainment. Maar daarnaast ook een beetje een onderliggende grens. Met een beetje waardoor je bijvoorbeeld begint na te denken over bepaalde dingen. Wat een pentest ook bijvoorbeeld vaak doet. Ja, nou, ik doe het eigenlijk allemaal voor de YouTube money. Ja. Nee, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, alle YouTube money, ja. Ik zwem er ongeveer in mijn kamer. Het is ongelooflijk. Nee, ik vind het gewoon leuk om te doen. En het is, ja, 50 bij 50 centimeter, toch? Nou, ik weet niet. Als je ooit mijn kamer ziet bij een video. Kijk, zeg maar rechts zie je dan, daar staat mijn bed. En dan links, daar staan allemaal briefjes van 500. Dus... Ja, is best heel nee, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En met Call of Duty, weet je, had ik altijd het probleem. Ik vond het uiteindelijk zelf niet meer leuk om te doen. En dan is het ook gewoon niet meer leuk op YouTube te doen. Nee. En nu ben ik weer dus een nieuwe kant op gegaan met FIFA. En ik vind het gewoon weer leuk om te doen. En daar doe je het voor natuurlijk, dat je er zelf ook plezier in hebt. Ja, dat klopt ook wel. En dan ben ik ook wel met je eens. En daar sluit ik me ook wel een beetje bij aan. De volgende vraag die we krijgen is van Maurits van Dijk. En we hebben hem eigenlijk al een soort van beantwoord. Maar hij vraagt, wat is de beste speler op FUT? Ja, oké, die hadden we al gehad, Draxler. Ja, voor jou is dat Draxler natuurlijk. Ja, Mirko Vucinic is bij mij echt een legende aan het worden. Maar daarnaast heb ik ook Robert Mak. Heel weinig van jou, heel weinig kijkers zullen er van hem hebben gehoord. Hij had vorig jaar 5 sterren skill moves en 5 sterren zwakke been volgens mij. Of 4 sterren skill moves, 5 sterren zwakke been. En hij heeft nu allebei 4 sterren skill moves en 4 sterren zwakke been. Het is echt een beest, die kerel. Ik had vorig jaar had ik hem gekocht. Daarmee heb ik ook tegen de Pentest bijvoorbeeld gespeeld. En ik heb met hem vorig jaar in 50 games iets van 120 keer gescoord. En dit jaar loopt hij ook alweer lekker. Dus Robert Mak is ook een hidden gem, zou ik bijna zeggen. Ook wel weer een leuke vraag, Maurits. Dankjewel. Ook als hij wat meer mee teruggaat. En plus 8 koppen krijgt hij van mij. Heading 48 dus. Maakt in totaal 84 algemeen kaartje. Dat is niet...